niemand te zien, vrienden. Dus eventjes, hij gaat even aan voor deze. Hey vrienden, hebben jullie dat gelezen ook? Over die heel kleine. Nou zeg, dan komt bij mij komt er een soort van hele gezonde woede boven. Dat ik denk bij mezelf. Ten eerste, dan noemt zo'n heel kleine, die noemt zich, die heet dan gewoon Jorik Scholten. Heet zo'n gozer dan, geloof ik. En dat noemt zich dan Lil Kleine. Moet je dan nagaan. Dat is dat toch ook ongelooflijk. Ik heet Harry Vermeegen en dat blijft gewoon Harry Vermeegen. Ja, dat wordt toch niet dan Bert Bescheten of weet ik wel wat voor bijnaam je ook kan verzinnen. Wat slaat dat allemaal op? En wat doet zo'n gozer dan? Die gaat dan naar met een vrouw en die heeft dan ook nog zo'n baby. En die gaat dan naar Ibiza en die gaat daar een beetje zijn vrouw in elkaar staan beuken. Nou zeg, hoe haal je het in je harses? Hoe durf je? Het is niet de eerste keer voor die lil kleine bijgenaamd Jorik Scholten. Nee, dat is al de zoveelste keer dat hij zijn vrouw in elkaar slaat. En wat is dat toch met mannen die daar last van hebben? Want ik geloof dat die man of vriend van die Sonja Bakker, die heeft daar ook al last van. Die heeft ook al van boem boem. Hé, hey, wat is dat toch? Vrienden, laten we, en mannen onder elkaar. Hé, hey, wij. En ik ben ook voor die club. Dat is toch werkelijk een verschrikkelijke no-go. Dat is toch helemaal uit een boze dat je überhaupt eraan denkt om een vrouw te slaan. Dat is toch gewoon regel nummer 1. Nooit één vinger steek je uit naar een vrouw. Punt. Hoe is het mogelijk? Daar kan ik me zo kwaad over maken. Over van die gasten met van die losse handjes. Hou op daarmee. Weet je wat het is? Een vrouw, dat is iets speciaals. Dat is iets bijzonders. Een vrouw, die staat eigenlijk boven ons mannen. En die moet je op het schild tillen. En altijd, ja, altijd de voeten zoenen. En noem het allemaal maar op. En bewieroken. Dat moet je doen in je leven. Dat is het. Onthoud dat nou.